Mensen met autisme. Ze zijn net even wat anders, maar ook weer zo normaal. Om autisme beter te begrijpen, ga ik eerst naar Enschede. Daar ontmoet ik Gijs Horvus, die mij een oefening laat doen. Nou, de bedoeling is dat jij hier in het spiegeltje kijkt en dat je eigenlijk het woord wat op de brief staat, autisme, dat jij dat niet zo naar beneden kijkt, maar naar het spiegeltje, kijkt. Ja. Dat je in het spiegeltje kijkt en het woord autisme schrijft. Dat is heel erg simpel, want ik neem aan dat je gewoon kunt schrijven. Ja. Oké, nee, dan zijn we zo klaar. Dus ga je gang. Ja, dan gaan we. Je moet wel een letter A schrijven. Maar je zei dat jij kon schrijven, toch? Ja, normaal wel. Dit is kennelijk even... Maar is dit een tekening van een bloem of zo? Het gaat om een kleine wijziging in iets wat je elke dag doet. En we zeggen vaak, ja, het is maar een heel klein verschil. Dat kun je toch wel? Maar je ziet nu laat ik jou een heel klein verschil in wat je dagelijks doet, schrijven doen. En je komt er niet uit. En je bent helemaal gefocust op hetgene wat je wil doen. En dat zien we vaak bij mensen met autisme. Gijs heeft zelf autisme. De diagnose werd pas op zijn 30ste gesteld, omdat hij zich steeds afvroeg, wat is er toch met mij aan de hand? Ik denk dat er op zich heel veel aandacht is voor autisme, voor de mensen die ernaar op zoek willen gaan. Maar ik heb het idee dat we met z'n allen maatschappij zijn. En het is heel erg jammer dat bepaalde kwetsbare groepen, en autisme is er daar één van, dat die eigenlijk uitgesloten worden in de maatschappij. En dat heeft te maken met openheid in de maatschappij. We zeggen altijd dat we zo tolerant zijn, maar ik denk dat er nog wel een stukje aan openheid kan gebeuren.